Beste kijker, welkom bij Media Klaagmuur TV. Vandaag bespreken we het verband tussen seksuele opvoeding en geslachtsziekten. Het bericht Seksueel overdraagbare ziektes in Europa van 1990 tot 2009 van het Europese Centrum voor Preventie en Controle van Ziekten bewijst dat geslachtsziekten zich bij jonge mensen vermenigvuldigd hebben. 88% van alle seksueel overdraagbare geslachtsziekten in de onderzochte staten concentreren zich op de 4 Noord-Europese landen: Zweden, Noorwegen, Denemarken en Groot-Brittannië. Dat zijn staten waarvan de gezondheidsministeries en de gezondheidsautoriteiten de safe sex tot officiële staatspolitiek hebben gemaakt en waar vanaf de basisschool seksuele opvoeding tot het onderricht behoren. De EU toont aan hoe weinig steekhoudend de onveranderde vergelijking is. Meer voorlichting en meer preventie in plaats van minder risico's en meer gezondheid. Integendeel schijnt een oververzadiging aan informaties en vooral de steeds vroegere seksualisering in deze landen duidelijk tot meer geslachtsziekten te leiden. Dit was Klaagmuur TV. Wij wensen u nog een goede avond.